Deze aflevering van Show Me Rick is mede mogelijk gemaakt door de NZXT H1. Show Me Rick gaat weer beginnen. Welkom bij Season 5, aflevering 1. Let's go! Het is even een tijd geleden dat we dit hebben gedaan, maar we gaan weer lekker aan de slag met het kijken naar jullie setups. Jongens, leuk dat jullie er allemaal weer bij zijn. Welkom bij Show My Rig! En we gaan alweer het vijfde jaar in dat deze serie bestaat. En ik ben eigenlijk heel benieuwd wat we dit keer voor instellingen hebben. Wil je zelf ook jouw setup insturen? Dan is dat natuurlijk mogelijk. Check dan even de video hier rechtsboven in beeld, waarin ik je precies uitleg hoe je dat kan gaan doen. En nieuw dit jaar is ook Show My Rig live. En vanavond, als je dit kijkt op een woensdag, ga ik live op Twitch ook lekker aan de slag met een aantal van jullie setups die jullie insturen. Dus we gaan eens even lekker beginnen hier met de allereerste setup. En dit hier is de setup van Marijn. Check maar eens even. Hij is 15 jaar oud en gebruikt zijn setup voornamelijk om mee te gamen. En ik heb eigenlijk ook stiekem wel de indruk dat je ondertussen ook video's maakt of ondertussen ook andere dingen aan het doen bent. Zoals bijvoorbeeld livestreamen, denk ik. Want waarom heb je anders zo'n hele kekke microfoon met een hele leuke interface? I don't know, maar het ziet er op zich best wel leuk uit dit. Nou, je hebt hier gewoon zo'n IKEA-bureau, geloof ik. Met daarnaast ook een hele leuke PC met ook best wel leuke onderdelen erin, hoor. Komt-ie. Ryzen 5 3600 met een MSI B400 50 moederbord, 16 GB RAM DDR4 3600 en een AMD Radeon RX 5700 XT. De rest van de specificaties zie je allemaal wel in de beschrijving, maar het is op zich best wel een leuk kastje voor je PC. En zeker met het schermpje wat je erbij hebt staan, ja, dat is weer een 1080p 144 Hz monitor. Ik zit me wel een beetje af te vragen van, hey, deze muismat, die is een beetje net te klein voor mijn gevoel. Misschien was het idee geweest om misschien een wat grotere muismat te gaan nemen. Dan heb je daar bijvoorbeeld gewoon gelijk ruimte mee met je toetsenbord. Is net weer één geheel. Want ik heb nu eigenlijk wel het gevoel dat eigenlijk dat muismat, ja, het voelt nu niet compleet aan. Ik heb nu meer het gevoel dat het gewoon echt twee losse dingen zijn in plaats van één geheel. Check me gelijk even de onderkant van je bureau. Ja, qua kabels heb je het echt heel netjes gedaan. Ik zie eigenlijk vrijwel geen kabels hier. Je cable management is gewoon lekker on point. En ik zie gewoon vrijwel niks hier. Ik vraag me alleen wel af, die schoolspullen, gebruik je die ook echt daar op je bureau? Of heb je zoiets van, nou, ik had even een plekje nodig om alles neer te gooien. Het is leuk en aardig dat je daar schoolspullen hebt, maar als je die nodig hebt, haal het van je bureau af. Krijg je net even wat meer ademruimte, kan je net even wat meer dingen gaan doen. Maar eigenlijk op zich is dit gewoon een hele leuke setup. Nou, als je ook even kijkt naar de binnenkant van je PC, heb je gewoon een hele leuke beeld gedaan hier met een flinke Be Quiet cooler. Dat ding is echt huge as fuck. Holy smokes. En het ziet er eigenlijk gewoon eigenlijk prima uit. Kijk, weet je, ik kan er wel zeggen van, joh, je moet dit wat meer gaan doen. Je moet meer voor je persoonlijkheid aan de slag gaan. Maar eigenlijk op zich is dit gewoon een prima setup hier voor een 15-jarige. Kijk, het is niet gelijk zo dat er een dan met nanolies worden gegooid. Maar ik kan wel echt zeggen van, hey, dit is wel de setup van Marijn. Hij heeft wat dingen van zichzelf toegevoegd. Persoonlijkheid is aanwezig. En zijn game management, it's decent. It's okay. Dus ik zie niks aan de onderkant van zijn bureau. Dit is wel een goed begin van dit seizoen. Ik heb al een goed gevoel hierover. Marijn, thanks voor het insturen van je setup. En doe er wat leuks mee. Dan gaan we over naar de volgende. En dit is de setup van Mats. En Mats is ook 15 jaar oud. En die gebruikt zijn setup ook voornamelijk om mee te gamen. En oh, dan zien we gelijk wel een verschiltje met de vorige setup, hoor. Holy smokes. We hebben hier dus een setup van Mats. En we zien ook gelijk twee hele kekke schermpjes. En volgens mij zijn het ook vrijwel identieke schermen. Ja, het zijn twee keer IAMA 24 inch 75 Hz schermen. Ja, dit heeft wel wat. Alleen, ik zit wel gelijk mee van, het voelt wel echt heel opgepropt aan. Kijk, we hebben hier natuurlijk die hele grote PC waar je natuurlijk super trots op bent. Maar ik denk eigenlijk dat het echt te veel gevuld is voor jouw setup. Ik denk dat het echt a little bit too much is. Als ik jou was, zou ik misschien eens een keer gaan kijken naar een aparte monitorarm. Dan kan je die bijvoorbeeld aan de achterkant van je bureau vastmaken. Dan heb je twee van die armen voor jouw schermen. En dan heb je net even wat meer ruimte op je bureau. Of eventueel je PC op de grond neerzetten. Maar ik snap op zich wel de keuze dat je dat ding hier op je bureau hebt neergezet. Nou, wat hebben we hier verder nog meer? Ja, een RGB-muismatje. Ook je cable management is lekker on point. Het ziet er gewoon best wel goed uit. Ja, je kan wel zeggen van, ja, ik zie kabels aan de achterkant van het scherm. Hey, listen up. Dat zijn gewoon kabels van het scherm zelf. Natuurlijk is het wel heel mooi als al die kabels gewoon weg zijn. Maar voor de rest, dat toetsenbord wat je hier hebt is wel echt heel erg clean, hoor. Welk toetsenbord is dat? MK21 met blauwe switches. Hey, ik vind het op zich wel een heel kek toetsenbordje hebben, hoor.
Ja, het is gewoon lekker, zo'n minimalistisch toetsenbord. Ik weet niet, bevalt het wel een beetje zo'n minimalistisch toetsenbord? Want ik zie heel veel van die gasten zie ik ondertussen hier al mee aan de slag gaan. En ik zit zo van, is het het waard of is het nou niet waard? We hebben hiernaast ook nog eens een muis van Glorious, de Model O. En ook een hele kekke RGB muismat. En natuurlijk ook nog eens een PlayStation 4 controller. Hartstikke leuk. Nou, ook hier in je PC heb je het best wel leuk gedaan. Een EVGA voeding samen met een... Oh, dat is een tijdje geleden dat ik deze cooler heb gezien. Dat is de Gene Tranquilo. Maar dit is wel echt heel tof gedaan. Oké, je hebt weliswaar een stekkerblok daarboven op je bureau neergelegd. Maar hij hangt precies tussen jouw schermen in. Dat is wel heel slim. Want nu kan je alsnog bij je stekkers... Is je cable management gelijk ook een stuk beter. En is het gelijk ook uit het zicht. Dus dat is wel een heel goed punt. En je hebt natuurlijk ook een hele kekke LED-strip hier ook erachter hangen. Voor net wat extra sfeer in je setup. Hey, ik vind het op zich wel een hele nette setup hoe je het hier hebt gedaan. Eigenlijk is het gewoon ook een prima setupie. Ja, weet je, voor nu ben ik gewoon zeker goed te spreken over ja, die stoel wat je hier hebt. Nou, daar heb je weliswaar je headset eraan hangen. Maar misschien kijk naar een headsethanger of zo. Of een headset standaard voor aan je bureau. Keus moet je gewoon geheel maken. Maar weet je, Mats, het ziet er goed uit. I like it. Thanks voor het insturen. En ik ben benieuwd wat het komende jaar gaat worden. Dan gaan we door naar de setup van Rowan. En Rowan is 17 jaar jong en die gebruikt zijn setup voornamelijk om te gamen. Zoals Battlefield, maar ook voornamelijk heel veel met VR. Dit doe ik ook zeer regelmatig. Daarnaast gebruik ik mijn setup ook voor een klein beetje streamen. Hey, dat is sick. Volg me trouwens al op Twitch. Anyway, we gaan eens even lekker kijken naar jouw setup. En oeh, wat een ontzettend leuk kleurschema heb jij hier. Oh, ik hou van dit contrast. Dit is echt heel erg tof. We hebben hier dus gewoon een witte muur. Vrijwel iedereen heeft het wel zo'n beetje. Maar ook een zwart bureaublad met witte kast. En een witte kast ook onder zijn bureau. En ook een zwart randje om zijn scherm. En ook een zwarte, ja, zwarte bureaustoel. Kijk, het zegt misschien niet zo heel veel, maar het heeft toch wel een leuk contrast hoor. En zeker met dat LED-stripje hier aan de achterkant. I like it. Het ziet er goed uit. Hé, hey, maar dit heeft wel wat hoor. Ik vind het wel een kekke setup dit. We hebben hier dus jouw scherm die je ook keurig hebt opgehangen aan je muur. Hartstikke netjes. Heel mooi gedaan. En je speakers staan ook precies op de goede plek. Je PC is ook niet al te groot. Als in, dat ding staat niet in de weg. Prima kastje voor hier op je bureau. Samen met ook nog eens een hele kekke muismat van Nacon. En ook nog eens een toetsenbord van Logitech. En ook een muis van Logitech. Nou, ik zie hier ook nog een of andere Dyson Pure Cool Link. Werkt het een beetje? Is het een beetje een oké ding? Ik hoor veel gemengde verhalen erover. En je hebt ook aangegeven dat je ergens nog een Oculus Quest hebt. Nou, ga eens even kijken hier. Weet je, het is misschien niet heel luxe met een luxe cooler of zo. Of met een nieuwe videokaart. Maar weet je wat het punt is? Voor jou werkt deze PC. En het is een prima PC om lekker mee te gaan gamen. En lekker mee te gaan streamen. Zeker met die Intel Core i3 waar je erin hebt zitten. Samen met de GTX 1070. Maar je hoort niet klagen. Het is gewoon een leuk kastje. Over kast gesproken. Het is de Corsair 275R Airflow Case. Nou, je hebt het hier ook heel keurig weggewerkt. Hier. Ja, je hebt weliswaar die kabels van je muis en je toetsenbord. Maar daar kan je eigenlijk vrijwel niks mee. Ja, je kan weliswaar een gaatje boren door je bureau heen. En alsof je de onderkant gaat wegleiden. Maar, nou, het is een optie. Ik zou het alleen niet altijd doen. Maar, het zijn gewoon functionele kabels. Deal with it. En dit is dan ook de cable management. Een hele mooie bak onder zijn bureau waar alles erin zit. Nou, in dit geval is er dus één keer zo'n stekkerblok. Met daar alles op aangesloten. Hé, hey, dit ziet er gewoon keurig uit, dit Colonel Kaas. Oftewel Rowan. I like it. Het ziet er goed uit. Het is clean. Het is degelijk. Er staat niet te veel rotzooi op je bureau waarvan je denkt van, wat moet je er nou mee? En dan heb je hier dus je VR-bril opgeborgen. Hartstikke netjes. Keurig even lekker uit het zicht. Out of sight. Out of mind. En dan is dit hier dus jouw setup. I like it. Het ziet er goed uit. Het heeft echt wel een mooi themaatje. Je kan wel zeggen van ja, ik mis nog iets van persoonlijkheid. Maar die heeft hij ook hangen links. Weet je, Rowan, het is een hartstikke mooi setup wat je hier hebt. En ik ben hier zeker goed te spreken over. Thanks voor het insturen. En hopelijk zie ik je weer bij je nieuwe update en een nieuwe streampie. Ja, ga door naar de volgende setup. En dit is de setup van Nick. En Nick gebruikt het voornamelijk om lekker te gaan gamen. En lekker een beetje te hangen in calls. En hij wil binnenkort gaan streamen op Twitch. Ik zie heel veel potentie hier in jouw setup hier. We gaan even kijken naar het totaalplaatje wat we hier hebben. En holy smokes. Dit is een custom-made bureau. Wat hij heeft aangegeven. En hij heeft hier ook echt een mokergroot scherm staan. Maar hij heeft ook twee schermen hier staan. En toevallig is hij ook denk ik een fan van Paper TV. Er gebeurt zo ontzettend veel hier op jouw setup. Laten we dat even eerlijk even aangeven. Ik ga eens even kijken wat staat er op de volgende foto. Oké, laten we eerst even hier kijken met de bovenkant. Je muismat. Leg die alsjeblieft even recht. Want hij hangt er nu een beetje overheen. Ik weet, het is een beetje pietluttig. Je hebt een platenspeler. En er zit wel aardig wat stof op.
maak het even schoon. Net zoals dit rechtergedeelte van het bureau. Staat net even wat netter. Maar je hebt natuurlijk ook je eigen audio gedeelte. En volgens mij heb je hier ook iets van een gedeelte waar je achter je bijvoorbeeld dingen aan het doen bent of zo. Huiswerk of zo. I have no idea. Maar dat is dus allemaal wat hier mogelijk is. Je PC staat mooi ook in een apart gedeelte van je bureau. Lekker van de grond af. Nou, je hebt hier nog een elektrische gitaar. Weet je, er gebeurt echt heel veel met jouw setup op dit moment. Eigenlijk net iets te veel, als het mij vraagt. Ik zie hier ook bijvoorbeeld hier ook het een en ander met dit kastje al. Qua spultjes en dergelijke. Weet je, er gebeurt heel veel hier. Gaan even kijken hier. Qua cable management. Oké. Je hebt dus een rekje gebruikt van IKEA. De IKEA Signum. Ik weet niet of ze daar momenteel nog verkopen. Maar op zich. Het is beter iets dan niet, zeg maar zo. De IKEA Signum is een prima starter om lekker beter te gaan beginnen met je cable management. Kabels kan je net even wat makkelijker wegwerken. Al vraagt mij wel af wat deze kabel naartoe gaat. Heb je hier nog iets links zitten? I don't know. Maar ja, dat eigenlijk. Je hebt het geprobeerd een beetje te bundelen. Je hebt een beetje geprobeerd vast te maken aan elkaar. Je hebt natuurlijk ook je headset. Die heb je ook opgehangen hier aan jouw microfoonarm. Hartstikke leuk. Doe ik zelf stiekem ook heel vaak hoor. Moet ik wel eerlijk toegeven. Al denk ik dat het wel misschien een beter idee is. Zeker gezien de ruimte wat jij hebt. Om gewoon ergens gewoon zo'n headset standaard of een headset hanger neer te zetten. Ik zou dat gewoon lekker doen. Maar voor de rest. Oh, die muismat van jou. Die heeft echt wel vervanging nodig. Die heeft echt vervanging nodig. Misschien moeten we daar eens een keer even iets aan gaan doen. Nee, want dit kan echt niet. Maar wel een hele kekke Funko. Ik weet alleen niet wat daar achter ligt. Maar misschien moet je dat ook even een keertje stofzuigen, Nick. Maar voor de rest. Dit is dus een PC met een Sharkoon kastje. Staat er ook toevallig bij welke Sharkoon kast? Ja, het is de Night Shark RGB PC behuizing. Alleen één RGB fan die is kapot gegaan. Die geeft geen RGB verlichting meer. Maar hij draait nog wel. Oké. Nou, voor de rest heb je een ROG Strix B550F Gaming met 32 GB RAM, RTX 2060 en 2 TB aan SSD opslag. Gebruikt wel een monitorarm, wat ik zeker aanraad met je setup. Hoeveel afstandsbedieningen heb jij, vriend? Holy smokes! 1, 2, 3. Nick, ik zie echt oprecht heel veel potentie in jouw setup. Ik denk oprecht dat je een hele dikke setup hier verder van kan maken. Je hebt de spullen ervoor. Voeg even wat extra LED-strips aan je setup toe. Zal het net even wat meer effect geven. En ik denk ook zeker dat als je wat meer toffe dingen aan de muur bijvoorbeeld gaat ophangen. Dan denk oprecht dat jouw setup wel heel erg sick zal worden. En de inzendingen blijven maar binnenstromen. Als je zelf nog een hele toffe inzending voor mij hebt, laat het even weten. Ga even naar de link in de beschrijving. Kan je daar je setup gaan insturen. En dan gaan we binnenkort eens even hopelijk kijken naar wat jij daar in jouw kamer hebt staan. Marcus, ik heb genoten. Show Me Rick Seizoen 5 is gestart. En ik wil je ontzettend bedanken voor kijken in deze video. Bedankt weer voor alle support. En blijf zeker geabonneerd. En zet dat belletje aan. En dan blijf je telkens ook op de hoogte van alle andere video's. Marcus, thanks voor het gluren. Ik check je natuurlijk ook op Twitch. En zoals altijd zeg ik weer, tot ziens.